staan bij de Meetweet- en Beweeggezondheidscheck vandaag. Aha, en dat wil zeggen? Dat is een gezondheidscheck om te kijken hoe de vitaliteit ervoor staat bij 55-plussers of volwassenen. En dan gaan ze kijken wat misschien van toepassing is voor hun, zodat als hun gezondheid achteruit gaat, dat ze er op tijd bij zijn. Precies, dat is het inderdaad. Dat mensen inderdaad weten, hier moet ik iets aan doen of ik sta er eigenlijk gewoon nog heel goed voor mijn leeftijd. En wat wordt er dan getest? Dat wisselt een beetje, maar meestal is het handknijpkracht die iets zegt over de vitaliteit. Conditietesten, vaak zit er iets van thema-stationnetjes in. Zingeving, tandartsgeriatrie, diëtisten en vaak ook de voeten. Maar gezondheid en vitaliteit en ja, conditie, dat heeft ook te maken met van hoeveel dat je beweegt zelf. Ja, het heeft ook zeker te maken met hoeveel je beweegt. Dus wat wij ook willen doen is mensen stimuleren om structureel te gaan bewegen. Ja, en dan wordt er ook gekeken naar inderdaad tandgezondheid. En wat wil dat zeggen? Of je rotte tandjes hebt of? Nee, ze kijken niet naar de rotte tandjes. Dus het is niet in de tandartsstoel liggen zoals we het kennen. Maar het gebit zegt heel veel over je gezondheid aan zich. En daar hebben ze het over vandaag. En zijn er wel eens momenten bij dat je net op tijd ergens bij bent? Dat je zegt van, hey, dat is maar goed dat we dat getest hebben. Ja, we hebben wel eens gevallen ertussen zitten. We hebben ooit zo iemand ontdekt die een hele lage saturatie had, dus COPD. En we hebben ook ooit een diabetes ontdekt die een hele lage bloedsuikerwaarde had. Maar gelukkig is het meestal echt zeg maar dat heel veel mensen er heel goed uitkomen. En nu blijkt er dat er iets gedaan kan worden. Dus men zit hier aan tafel te kletsen en dan blijkt er dat ze geholpen kunnen worden. Worden ze dan verwezen? Ja, dan worden ze doorverwezen naar de desbetreffende professionals die er zijn. Dus het zijn ook allemaal professionals die hier aanwezig zijn, zodat ze ook goed doorverwezen kunnen worden. In het verleden zag ik ook dat er valpreventie was. Waarom is dat vandaag niet? Ja, vandaag gaan we er gewoon niet in zitten omdat we hebben gekozen voor een themastation sarcopenie. Maar we proberen steeds meer valpreventie terug te laten komen en daarop volgend ook informatiebijeenkomsten voor valpreventie te laten plaatsvinden in die wijken. Omdat dat natuurlijk een nog veel meer groeiend probleem is. Nou, je bent de deelnemer. Wat vindt u ervan dat dit georganiseerd wordt? Prima, uitstekend. Ik ben er blij mee omdat ik ook op je plus zit. Ik zie alleen dat er helaas niet iets is van een audiciën of zo. Dat zou ook nog wel een leuke aanvulling zijn. En nou heeft u een aantal testen gedaan en komt u goed uit de test? Ja, ik kom er prima uit. Ja, gelukkig wel. En mag ik vragen hoe oud u bent? 70. Dus dat gaat helemaal goed nu? Gaat helemaal goed, ja. Nu doe je dat een aantal keren per jaar. Wanneer is de volgende? De volgende gaat zijn volgend jaar. En waarschijnlijk is dat in Mierlohout uit mijn hoofd. Ja, dus hou even de website in de gaten van JIP+. Juist, op de website staat het meest actuele programma.